Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. Een van harte goeiemorgen. We zenden live uit vanuit Nikeri. Dit is onze tweede dag van DTV in Nikeri. En we zijn bij de openbare markt van Nikeri. Wat we gaan doen, we gaan flitsen brengen van de markt. We gaan met de mensen praten over de zaken, hoe ze zaken vinden in Nikeri. Faigonanga serie en allerlei dingen zullen we dus dan live doen vanuit deze plaats. Welkom. Gaat u met me mee? We lopen de markt in. En mensen verkopen allerlei dingen hier. Goedemorgen meneer. Morgen. We zijn van DTV, we zijn vanuit Paramaribo. Hoe gaat het met u? Goed. Ja. Faigo naar serie? Serie? Ja, goed in Sera. Ik go. Want vast als Satrada, als serie, ik go maar door de week. En waka zo lekker van Ade. Ja. De economische situatie naar Kondre, we vieren ja toe? Ja toch, Paoli Kondiri, la Saneda. We vieren wel, ja. Maar dus je bent serieus aan moro dieren toe? Sowieso ja. Want de mensen zijn de chemicaliën aan het dieren toe. We kunnen het zo bunkopo. Dus we hebben pas een prijs aan de kosten van we maken. Maar is maar die klagen? Je mag klagen wel, maar wat doe je? Ja, toch. Maar zij denken dat je kan doen voor chemicaliën bij moro op tien, schwitie in Nikeri? In Nikeri? Nikeri, ik heb een keer in een reisdistrict, dus allemaal produceren aan de vier somenie. Want allemaal plan naar Baka Oso, Kinso, Kinso. Dus we nog vier somenie dan. Nikeri, man, Nikeri, man, nog vier economie trangen somenie. Omdat de man kan ter vijf pakken, want twee pepere bom Baka Oso naar Sanier. Dus Alibe go wel in Nikeri voor? Ja, go ja. Nikeri go. Okay. Ja. Grand thank you, succes. Hi, thank you. Het gaat goed in Nikeri als we die man mogen geloven, want dat zegt hij ook. Nog steeds live, van, dit is DTV vanuit Nikeri. En we maken een rondje in de markt. Mevrouw, hoe gaat het met u? Hallo, hoe gaat het met u? Mevrouw, u praat niet? Mm-mm. Nee, die praat niet, die kan niet praten. Maar goed, we gaan lekkertjes verder. Dit is nog altijd DTV live vanuit Nikeri. En we zenden uit. Meneer, wat zei van Paramaribo, hoe gaat het met u? Alles goed, rustig. Ja. Nou, u bent aan het verkopen? Jawel. Ja. Hoe gaat die serie? Oké, die serie gaat wel, maar die mensen klagen wel een beetje omdat het een beetje duur is. Want door die regen en alles is het groente schaars geworden. Ja. Dus het is een beetje een moeilijk tijd. Maar de maand juni is altijd moeilijk. Ja, augustus begint het weer netjes. Dus u praat over de regen, maar de economische situatie, nee, hier is maar zo. Oké, dat heeft te maken met het hele land. Ja, dus ja. Nikeri is geen apart. Ja. Dus jullie zitten wel goed? Oké, als je niet klaagt, zit je goed. Yo, eigenlijk, we maken een recessie mee. Mm-hmm. Iedereen weet dat wat de situatie van het land is. Ja. Dus je moet je handen uit je mouwen steken en flink werken. Ja. Daar heb je geen problemen mee. Ja. Je zegt, maar als je zit te hangen en niks te doen, niks te maar klagen. Klagen helpt niet. Ja? Werken, hard werken is alles op goed. Ja. Ja? Ik vind uw houding heel goed. Hard werken, want heeft u nodig wat er aan niks neko. Ja, maar eigenlijk deze malaise waarin we nu verkeren, door wie is het gekeerd? Niet door de president, niet door meneer Boutersen, niet meneer Chan. Uiteindelijk is de gemeenschap van Suriname dat verantwoordelijk daarvoor. Ja. Want toen meneer Chan was het 82. Mm-hmm. Maar we willen change hebben toch? En we hebben die change niet. Dus en, toen is het 7 zoveel geworden en nu is het 21 zoveel. Ja, maar uiteindelijk zijn de mensen, de gemeenschap van Suriname, die alles dit in de handen heeft laten werken. Ja, wij stemmen, hè? Wij stemmen. Ze zijn niet gekomen, koop of wat. Wij hebben gestemd, nu moet je niet klagen. We willen een change hebben, dat is dat ding. Om dat tekie. Om dat tekie toch? Ja, dat is
alles wat goed, waarom wil je gaan vernietigen? Ja. Want 82 was niet goed. Nu is het goed. Ik heb niks te klagen. Hard werken. Hard werken, dat is uw motto. Dankjewel. Ja. Ik moet ook mooi. Die winkel gaan voor die, als die olie 80 wordt, moet ik ook kopen. Ja. Kijk, ik hossel hier. Je maakt niet veel. Maar klagen biedt niks. Klagen aan het chamusha go parijs. Roko. En je maakt dat chan moest gwe. Suma je pot baka. Suma je pot baka. Je poort chan, je poort bongta. Tramano mankong. Den turomo. Maar dat suma je poti. Ik zie geen optie. Optie is hard werken, niet klagen. Alles komt goed. Super. De optie is hard werken, niet klagen. Sorry. Alles komt goed. Bent u ook dezelfde mening toegedaan, meneer? Geen fout. U bent eens met hem? Ja, ik ben eens met hem. U klaagt ook niet? Nee. Als je werkt, krijg je niet. Ja. Dus, maar u overleeft wel de situatie in het land? De situatie is slecht, maar wat ga je doen? Ja. We kunnen niets doen. Hard werken. Hard werken, dat is optie. Mooi, de Nigerianen zijn hardwerkende mensen. En tot nu toe, iedereen die ik gesproken heb, praat over hard werken. Mevrouw, hoe gaat het met u? Goed, meneer. We zijn vanuit Paramaribo, dit is DTV. Hoe gaat het met die serie? Nou, niet wat wezen moet hoor. Ja. Maar we kunnen niet anders. Ja. Jullie kunnen niet anders? Echt niet? We kunnen niet anders. We moeten meegaan met dat. We moeten hier bedelen. Alles is duur geworden. Ja. Olieprijs is verhoogd. Het keeltje. Hoe ga je beginnen? Ja. Maar klagen die mensen die komen kopen? Soms ja, ze klagen soms ja. Maar ze kunnen niet anders. Je moet eten toch? Je moet eten, dus je moet kopen. Ja, maar u bent er altijd bij in de markt. Verdient u wel? Ik ben niet elke dag. Ik ben meestal op het weekend hier. Ja, ja. En het weekend ben ik hier. Misschien maandag en dingen. Maar het gaat. Verdien je wel iets? Toch wel, maar niet hoe het wezen moet. Maar toch wel. Wilt u verandering zien? Tuurlijk, wie wil geen verandering zien? Tuurlijk! Tuurlijk wil ik verandering. Maar waarin ziet u de verandering? Hoe denkt u dat de verandering moet komen? Oh, ik weet niet hoor. Want wie je ook daar zet, blijft het hetzelfde. Mm-hmm. Ja. Wie je ook zet, het blijft hetzelfde. Ja, maar dat ik nou gewoon hard werken en doorgaan? Ja, dat is het. Je kan niks eraan doen. Gewoon hard werken. Want niemand gaat je wat geven. Je gaat moeten werken voor wat je wil. Dus, zo zie ik het. Succes! Thank you. Heel. Nou, ik moet wel zeggen dat de mensen in die keer heel positief gestemd zijn, hoor. Ze praten over hard werken, hard werken, hard werken. En dat is mooi. Hoe gaat het met jullie hier? Gaat u verder, alsjeblieft. Dus u wilt niet met mij praten? Zo'n mooie vrouw. Dag, meneer. Nee, echt waar. Hoe gaat het met u? Hoe gaat het met u, mevrouw? Dag, meneer. Kijk, kijk, kijk. Jullie zijn live op televisie op dit moment, hè? Heel Suriname kijkt naar u. Dit is DTV. Dag meneer. Dag mevrouw. En dat was dus dan een hele lieve Javaanse vrouw die niet wil praten. Maar we gaan verder. Goeiedag mensen, hoe gaat het met jullie? Goed, goed. We zijn live op televisie nu. Jullie zijn aan het kopen? Jawel. Wat vinden jullie van de prijzen? Heel goed. Die prijzen zijn goed? Jawel. Oké. Mag ik twee? Die prijzen zijn goed, zegt ze. Mooi, goed. Dan gaan we verder. Fijn, brada. Alassambo? Ja, rustig, rustig, man. ETV live vanuit Paramaribo. Paramaribo, oké. Fijn, goeie naar woeien. Ego? Nederland, toch? Oh, je bent Nederland. Ja, man. Je bent op vakantie? Ja, in Paramaribo. Oh, en je bent komen even een dagje naar Nikeri toe. Ja. Even maar kijken. Wat vind je van de situatie van Suriname, economisch? Ja, wat moet ik zeggen? Ik ben Hollander, man. Je voelt het niet? Nee, ons systeem is anders, je weet toch? Ik kan niet veel zeggen, man. Dit is deze regering, je weet toch? Ik kan niet veel zeggen, man. Ja. Weet je, bij ons is alles anders, man. Ja, maar je overleeft het wel als je hier bent? Ik overleef goed. Ja. Ik overleef goed, zeker. Ja, want als je je euro in omzet in SRD, dan is het wat? Dat is meer natuurlijk, zeker, ja. Zeker. Ja. Maar je praat natuurlijk met mensen hier, toch? Wat zijn de gevoelens? Veel armoede. Ja. Veel armoede. Je voelt het wel van binnen, weet je. Je voelt het wel. Ja. Maar ja, wat kan je doen? Mm-hmm. Hoe lang bleef je nog? Nog een week. Anderhalf week nog. En geniet je van Suriname over het algemeen? Ah, sowieso, man. Vooral Paramaribo. Daar geniet ik echt mijn vaderland, toch? Mijn moederland. Je weet toch? Daar geniet ik echt. Maar hier is iets minder, weet je, voor mij. Ja. Nikeri. Maar Paramaribo... Minder mensen dus? Ja, is anders, Nikeri, weet je. Anders. Maar Paramaribo is echt... Ja, ik voel me daar thuis. Ja. Je weet toch? Chill. Als Hollander. Ja, hey, super. Hey. Hey. Hey, dat hebben we dus daar gedaan. Nog altijd live vanuit... hoe gaat het met u, mevrouw? Goed, goed, goed. U bent aan het kopen? Ja, we
zijn samen. Oké, okay, maar u bent Nigeriaan? Nee. U bent van Paramaribo? Paramaribo. Oké, okay, en wat doet u in Nigeria? Ik kom wandelen met mijn familie. En wat vind je van de sfeer? Ik kom altijd hier. Okay. Dus het is normaal voor mij, weet je. En jij klaagt ook niet? Je verdraagt gewoon? Nee, ja. Want ik heb een dochter die hier woont, dus, ja. dus daar kom ik vaker hier. Okay. Ja. Aboe, veel succes. Jawel. Live vanuit Paramaribo, er is DTV. Goeiedag meneer. Goeiedag meneer. We zijn live, nu op dit moment, DTV. Hoe gaat het met het leven hier in Nigeria? Ja, laat me het zo zeggen, ik ben net gisteren aangekomen in Nigeria. Dus wij wonen zelf in Nederland. Okay. Ja, maar ik zie wel het verschil. Yeah. 2 jaar terug was ik ook hier, maar het is heel erg achteruit gegaan. Yeah. Ja, alles is duur, alles is duur. Maar dat komt door de economische situatie. Begrijp, maar wij voelen ook hoor. Dus kom je uit Nederland, maar je gaat je geld wisselen. En je krijgt... Ja, ja, ja. Je krijgt een bundel. Ja, en binnen een paar minuten is het weer... ja, echt. Net hier zeggen. Nee. Ja, hoe dan ook. In Nederland is het lekker, man. Ja. Ja. Maar dan staan de mensen die hier wonen met dat kleingeld dat ze verdienen. Ik wil niet zeggen. En te veel bedelaars. Dat merk ik ook. Overal waar je loopt. Geld, eten, vragen, ze overal. Maar dat is te begrijpen, toch, de situatie? Het is begrijpelijk, het is begrijpelijk. Maar kijk, ik kan niet zeggen hoe dat komt. Ja. Iedereen weet het. Ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet, u moet me zeggen. Ja. Waaraan denkt u dat het ligt? Het politiek. Ja. Politiek. Er zijn een aantal mensen die boven ons zitten in de kabinet. En die pakken al die geld. En die arme dipinaren. Ja. En als het tijd is, elke 5 jaar, dan gaan ze zeggen, ja, dit beloven, maar wordt niks. Wie geniet? Die mensen zelf. Nee, maar iemand zei het zo mooi, de verantwoordelijkheid ligt bij de mensen zelf, want die stemmen toch? Maar ja, wat is, weten ze, als je wordt beloofd dat je moet dit doen, dat doen, dan gaan ze ook doen. Ja, ja. Snap je? Als je in die problemen zit. Ja, ja. Dat is het eigenlijk, meer niet. Maar je geniet wel over het algemeen? Tuurlijk, ja. Tuurlijk. Ik ben geboren, ik ben een Nigeriaan, dus ik ben geboren in Nigeria. Dus hoe dan ook, als ik in Nigeria kom, ben ik al blij mee. Ja, al die lekkere eten, overal. Ja, dat is het. En hoe lang blijft u? 4 weken. Oké. Okay. Ja. Geniet ze. Dank u wel. Hè. Okay. Nice. Live vanuit Paramaribo. Dit is DTV. Hoe gaat het met die meneer? Met mij gaat het goed, prima. U heeft niet zo een vrolijk gezicht, Sapsa? Nou, vrolijk. Ik ben altijd vrolijk. U bent Nigeriaan? Ja, echt een Nigeriaan ben ik. Hoe lang woont u al in Nigeria? Zo van, ik ben nu 58 jaar. Ik ben Nigeriaan. Ik ben geboren in Nigeria. Ik woon hier. Echt een Nigeriaan? Ja, echt een Nigeriaan, Nami. Wat was de situatie in Nigeria? De situatie is goed. Goed. Je hoeft niet te klagen. Als je werkt, moet je niet klagen. Okay. Ja, als de wereld in de crisis is, ja, dan moeten we klagen. Dan, ja. zijn wij ook in de crisis, toch? Begrijp je? Ja. Kijk, ik heb gesproken met heel veel Nigerianen. Bijna iedereen zegt van, je moet hard werken en dan ga je gobo. Als je werkt, dan ga je niet pinaren. Dan heb je je zakgeld, toch? Ja. Je moet gaan werken. Als je helemaal in je hangmat wil zitten de hele dag en niks plant op je erf, ja, dan ga je piraten. Dat zoek je zelf. Jullie reageren anders dan de mensen in Paramaribo. Want... Ja, wij zijn Nigerianen, wij weten, wij planten, we zijn landbouwers. Begrijpt u? We weten hoe die dingen bij elkaar zitten, begrijpt u? Ja. Dus wij hoeven niet, als je telkens gaat klagen, wat bereik je ermee? Je bereikt niks. Je bent op hetzelfde punt, nulpunt. Je moet werken, dan ga je ietsje verder. Begrijpt u? Dus zo is het. Je moet niet bang zijn om te werken. Je keihard je best doen. Ja. Bepaalde mensen gooien het op de politiek. Dan gaat politiek niet doen, next is maar. Nee, je moet niet gooien. Politiek gaat geen eten op tafel zetten, meneer. Begrijpt u? Politiek is daar in Paramaribo. Je krijgt een kans om een keer te stemmen. Op 25 mei heb ik gestemd. En Nigeria heeft 80% aan meneer Santoki gegeven, begrijp de VHP. Ja, ja, ja. Ja, waarom moet je niet gaan klagen? Je hebt zelf een keuze gemaakt. Nee, als je 80% hebt gegeven aan hem, dan kan je eisen, toch? Ja, maar hij komt hier in Nigeria, hij doet zijn dingen. Hij kan niet alles in één keer doen. Ja. Je moet gewoon rustig, geduldig wachten totdat er verandering komt. Ja. Begrijp je? Ja, ja. Hij doet zijn best. Ja, bepaalde mensen vinden dat de prijzen in de winkels te hoog zijn. Prima, daar hebben die mensen gelijk. Als de wereld, dat zeg ik nog, als de wereld in de crisis zit, overal zijn die prijzen. Je valt het nieuws toch? Ja, ja. Begrijp je? Als overal in de wereld de prijzen omhoog gaan door crisis, waarom moeten we in Suriname op dezelfde niveau blijven? Dat gaat zeker omhoog toch?
Dan moet je gewoon realiteit gaan praten. Begrijp? Ja, maar toch nog, ik wil gewoon kritisch zijn, maar toch nog vinden mensen van, kijk, die mensen daarboven, ze reizen, ze doen van allerlei dingen en het volk moet pinaren, weet je? Nee. Hoe kijkt u tegenaan? Kijk, als je een regering ergens zet, dus de regering Santoki Brunswijk, begrijpt u? Alles het bouwt zelf, Adin, ze waren er in de regering, toch? En ieder gaat zijn buurlanden, je moet met de landen gaan communiceren. Communiceren, laat me zeggen, begrijpt u? Anders ga je niet je land goed kunnen draaien. Je moet mee zijn met die mensen, je moet praten. Net als je thuis bent, je woont hier, met je buurmannen moet je goed zijn toch. Je moet met praten met die mensen. Dus het gaat niet om reizen, begrijpt u? Je moet gewoon meeleven met die mensen. Ik zeg met andere woorden, moeten we gewoon netjes afwachten. En look van regering, hoe zit dat? Geduld moet je betrachten. Zonder geduld bereik je niks, meneer. Begrijpt u? Geduld moet je betrachten. Als je geduld hebt, ga je heel weer. Jullie zijn super positief in die keren. Ja, ik zeg je. Als je iets hebt voor iets heb je gestemd, 80% voor VAP, moet je niet klagen. Maar er was geen andere keus in dit district, Nikeri. Maar zou je vandaag nog stemmen voor de VAP? Tot nu toe, ja. Waarom niet? Dus ik wil verkiezen bij Gotamara, je stemt die VAP. De NDP kan je niet stemmen. Kijk wat ze nu zeggen. Tigrina voor wie? Sana Libana voor wie? Wanneer weten ze? Waar waren ze? Wacht die. Waar waren ze die 10 jaar? Wisten ze dat niet dat Suriname rivier, Hanikeri rivier, of Quarantaine rivier van ons waren? Westen is dat Tigri van ons waren. Ja. Nu gaan ze spreken, is het gewoon politiek stunt. He, waarmee zijn ze mee? Ze kunnen de Nigerianen niet voor de gek kunnen houden. He, begrijp je, Nigeria zijn slimme mensen, ze zijn landbouwers. 80% is landbouw hier. Ja. Rijstbouw. Maar je hebt mensen, kopstukken binnen Nigeria, die zeggen van, even kiezen kunnen we via PO, laat zeker toezitten. Nooit. Ze mogen nu zeggen, maar laat het komen, dan ga je zien wat gaat gebeuren. Laat het komen. Dan ga je zien. Abob komt hier. Bla bla bla. Young drinkie toch? Nee, als ze eens om te eten en drinken, dan mag je niet doen. Waarom mag je niet doen? Want zij genieten dat. Dan moet als je een kans krijgt, moet je ook genieten toch? Ja. Maar laat die stem komen, 25 mei. Ja? 25, wanneer is het? 2025. Laat het komen, dan ga je zien wat er uit de bus komt. U gaat zelf zien. U bent de mening toegedaan dat meneer Santoki het land tot nu toe wel goed draait. Hij moet het goed draaien. Hij draait helemaal. Iedereen is niet, begrijp je, tevreden ermee. Ja. Maar hij doet zijn best om het land uit het crisis te halen. Dat zie ik wel. Ja. Begrijp je? Je moet maar geduld betrachten. Als je geduld hebt, bereik je heel veel. Super. Geduld bereik je heel veel. Dank u wel. Dank u. Wat is je naam? Meneer Nunda Pidumbar. Ja. Daar heel goed gesproken, dankjewel. Ja, mooi zo, en dat hebben we dus dan gedaan met deze persoon. We zijn nog in de markt van Nikeri, de openbare markt van Nikeri. En we praten met mensen over de situatie in Nikeri. Niet iedereen wil voor de microfoon of voor de camera komen. Maar wie wij kunnen pakken, pakken wij wel. En dan gaan we dus dan op die manier verder live vanuit de centrale openbare markt van Nikeri. Hoe gaat het met u, meneer? Goed, meneer. We zijn van Paramaribo, we zijn live nu op televisie. Hoe gaat die serie hier? De serie is wel redelijk, maar niet altijd zo goed. Ja. En is het elke dag zo dat het wel redelijk gaat? Nee. Soms zie je helemaal geen mensen op die markt. Soms zijn vandaag is zaterdag, zie je wel een paar mensen. Zo niet zit je met die hele product. Moet je weggooien in die tonner. Seri no de masa. Er is verlies. Ja. Bij Seri Morobat. Maar dit is maar ik klagen, zei ik op Baisa niet? Ja, maar wij kunnen niet doen, niets. Omdat alles is duur geworden. Mes, medicijn, alles. Dus Suma Prani, Acharing Sanko, Adetjim Betere. Maar Suma Bij Seri, echt niet. Het is niet haalbaar. Je vindt dat kan een draaiboom? Wel, kon de draaiboom, maar libitranga. Zodra alles je krijgt, is het goed. Je naaf go trapunarei of biggie. Maar te juroko, je moet zorgen. En telek fin van sanivisa diri. Dus
Dus daarom... Dus je taki eigenlijk om Rokko te gaan doen? Ja. Ik vind Rokko in een man kan uit. En mijn 60 plus erba. En je Rokko eten? Ja, met mijn kinderen samen. Zijn goed. Nou, succes meneer. Ja, ja. Goed. Dank u wel. Ja, en die meneer heeft dus... Dag mevrouw. Goeiedag mevrouw. Hoe gaat het met u? Goed, goed. U bent aan het verkopen? Ja. U heeft ook een smile op het gezicht. Dat wil zeggen dat het gaat. Nou, ja, verkoop gaat, ja. Maar gaat, het geld gaat sneller op. Het gaat op. Ja. Kan je zoveel ermee doen? Nou, nee, toch niet. Kijk, je verkoop. Je maakt een winst, ja, maar het gaat wel op. Als ik dat zeg, ik ga je eerlijk zeggen. Ik sta hier onder de markt. Als ik één dagje niet kom, voel ik het. Dan zie je van, oh, je moet elke dag, je mag er elke dag staan. Vroeger het was niet zo. En je kon een dagje skippen, had je toch wel een beetje geld over. Maar nu is het wel een beetje harder geworden. De prijzen stijgen. Je moet je steeds aanpassen. Je vraagt je af, gaat de klant het kopen of niet? Dus daar zit je ermee. Dus het is eigenlijk een twijfel. Ja. Maar klagen de klanten wel? Nou ja, nee, direct. Ze klagen niet, ze kopen niet, ze willen wel, ja. Maar je ziet van, ik als verkoopster hè, vind van, je twijfelt. Hè. Kijk, als die spullen duurder zijn geworden in de winkel, ben je bang om die dingen om te kopen. Maar dan weet je van, je moet je prijzen weer verhogen. De vraag is nu van, gaat het verkocht worden of niet? Dus daar zit je soms ermee. Je bent echt twijfelachtig. Maar kijk, ik ben alleen in die omloop, hè, in die kringloop. Dus voor mij is het niet zo, voel ik het niet zo erg, want ik ben er elke dag. Als wat ik u zei, van, kom ik een dagje niet, dan zit ik gewoon krap. Want soms heb ik een dagje van, man, ik kom vandaag niet terug, vandaag niet naar de markt. Maar dan zeg je van, boy, ik ben no go. Dan komt er niks binnen. Wat ik heb, gaat op. Dat zie je eigenlijk van, ik weet dat als het een goede richting op gaat, ik weet het niet, ik begrijp het niet. Wat vindt u persoonlijk van het land, hoe het land geregeerd wordt? Wat is uw eigen mening daarover? Ik ga eerlijk zeggen, ik volg geen nieuws. Wat u doet? Ik wil niet. Had hij dit? Had hij teleurstelling en dan... Ik doe het niet. Ik ga eerlijk zeggen, ik volg niet. Ik luister wel aan Radio 10 elke morgen, hoor. En dat is alles. Ik begin maar geen krant om te lezen. Vertel me dat van de televisie. U wil de hoofdpijn nu? Nee, ik wil niet. Anders heb ik geen zin. Ja. Anders heb ik geen zin. Het breekt je om die spullen te kopen. Dus ik wil niks weten. Ik reageer zo, hoor. Ik denk zo, want ik ben nog WhatsApp niks. Ik ben gewoon omdat ik in die kringloop ben, hè. Ja. Omdat ik verkoop elke dag. Ik verkoop. Niet alles gaat op. Maar ja, het gaat. Wat over ga je zwervers of misschien mensen die wat me vragen, ga je geven, aanbieden. Is eten, je mag je eten weigeren. Ja, ja. Dat geef je. Dus ik ben in die kringloop, dus... Misschien als ik een keertje op vakantie ga, dan ga ik zo... O jee, is Suriname zo duur geworden, is het ook hard geworden? Dan ga je het voelen, toch? Maar dan ga je eerlijk zeggen, ik ben hier onder de markt. Ik verkoop elke dag, het gaat. Maar... Het kan beter. Het kan beter, ja. Wat kost een stukje cake? Ja, van... Die cake daar is... Die boven? Dat is marmer... Marmer cake, dus ja, 25 is... een stukje. Heb je fiado? Fiado heb ik vandaag niet. Op de zondagmarkt heb ik fiado. Krijgen wat hij wil fiado hebben. Maar moet je gewoon cake? Ga je marmer nemen? Oké, we doen twee stukjes. Wat kost een stukje? 25 is er die marmer, ja. Ja, maar is duur! Is duur, ja. Zo'n klein stukje voor 25 is er die. Boter is 900... Nee, 1250 voor een 10 kilo. Zo'n emmer. Koop ik, 1250. Maar kopen die mensen het wel? Ze kopen het, ja, dat zeg ik toch. Ik weet... Okay. Maar, ammonine tang. Wat is dit? Dit is big. Oké. Okay. Ja. Nee, maar geef ons twee stukjes. Wat moet je? Wat wil je? Boyo. Oh, boyo. Wat? Hij eet over het algemeen heel veel boyo. Boyo, ja. Koning Kukukusrana. Waarom niet? Hey. Oké. Okay. Ik houd van boyo. Maar goed. Ga je slaan, hoor. Ik moet dat stukje cake. Ja, Uja Ima. Ik kom bij je. Ja. Mooi. En een stukje boyo voor Roberto Omskerk. Ja. Dat weet Suriname wie ja, zoveel van boyo houdt. Ja. En wat kost die? Die is 20
5 SRD. Oké, maar dan houdt u die. En u heeft een tip van 5 SRD van mij. Dank u wel. Dan mag u die 50 houden. Jawel. Dan gaan we met ons. Moet u een tasje hebben? Nee, is goed. Okay, okay. Of wel? Ja, want Mowakalo, kan ik het laten wanneer ik terug? Of ben je terug? Ik ga een tasje. Oké, dan gaan we even weg. Maar dan komen we straks ons. Hoe gaat het met u? Goed. Jullie dan een keer, man. Foto een keer. Foto niet keri. Dus je daar foto je daar niet keri. Toe president. Oké, dan ga je even naar Libi niet keri. Eerlijk, sorry hoor. Wat ik beetje rekening. Hoe die live jaren? Dus eerlijk, daarom is het. Met een wangie commentaar. Maar zijn die nog wangie commentaar? Je naast er een man toch? Je vieren het of je niet vieren? Allemaal vieren. Zijn die vrienden heeft die commentaar? Eigenlijk, ik moet Hij is bang. Je hoeft niet van mij te houden, ik hou wel van u. Dat heb ik me laten vertellen. Dat zeg jij toch? Wie? Je hoeft niet van mij te houden, maar ik hou wel van u. Wie zegt dat? Dat gaat je niet aan, hè, paars. Ik weet het niet. Het bloed is paars. Jouw bloed is paars? Wow. Ja. Dus heeft Nicotino naar paars? Misschien. Dag, doe. We gaan altijd live vanuit de binnenstad. De binnenstad, we denken vanuit de centrale markt van Nikeri, de openbare markt van Nikeri. DTV, we zijn live. En het is leuk om even met mensen te praten, de gesprekken te houden en te horen van de mensen hoe ze zaken vinden in Nikeri. Meneer, hoe gaat het met u? Good morning. Good morning, how are you? Yeah, I'm fine. How are you? You from Guyana? Yeah. And you are in Nikeri. Yeah, man. How does it go? It's going, alright. Everything all right. Is okay. Yeah. Do you love the country? Yes, of course. Why? Tell me. Because, you know, everything is okay over here. Mm-hmm. And so, right? Everything is okay. They say there are so many expensive things in the shops. Yeah, the thing is expensive in the shop, right? Mm-hmm. But we work in the morning, you can afford to do it. Or buy the compromise with it. Yes. Right? Everything is okay, man. Right? I got a little thing here, man. Mm-hmm. You can see how you can make much with it. Okay. But you still love Suriname? Yeah, I love Suriname. Yeah, that is it. We also love you. Yeah, we also love you. Thank you. I will take it easy. Yes, and that was this Engelse man. An expensive bib. Give me takkie so, yo. Come on, me so Engels, man. Maar goed, we gaan lekker verder. Dit is nog steeds niet keren. Meneer, u bent aan het eten. Hoe gaat het met u? Dus dat niet? Fai go nanga you. Ah, that's a flea body. Yang ching so. Dat van tijd lek boong. Problem na der. Mo drie kon jap tien zo her. Yes, er masala. Ja. Dat na say yes, er aladi. Ja, aladi. We only son in it. Oké. Maar alibi ego? Ni keri? Mi libi ego. You libi ego in Espanaga do atras ma. Mi libi ego, but Selina go fa amos gotom. Oh, dis maklage. Mi libi ego. Maar dis maklage over as. Ja, alles sama, brother. Alles sama. Alles om een miwang. Alles om een klak over pa asangos, pa anagoyo, sabi to? Akondre e draai bungiyu? Boy, sa mi tegi wasa, ifino roko yun na yang. No, sumana ab nek sugiyu. Ifino roko yun na yang. Ifan, ako mo ito wala san pa yung bay po yang. Sabi to? No, kuwang bro, doko. Agen ko, ilo po yang. 350. Lepau, next day inside that, eh? Pe balik deh. Ndap na nga sang rara, saya go. You know roko you know nya? Ne, mereka no asu mana. Pas somsi roko ye fin money ma bena ini ma next nga mun. Adat ma tege to, the money saya roko, you know ma bai na nga ina ko mo it na nga into. Ndap na nga problem. Ma de mata space tak ko oplosi ka ko, fight din kita ko oplosi ka. Oplosi a company we dere. Ben garu tek we. That we oplosi. We na muro oplosi. Saya go do. Your roko for young, not smart. All by you must do your roko, chingso, you put chingso side. Tapi yang gado ready for you,
Asai must go. You sabi to. Nataki ye. You must go beggy. Because no one's going to have next to give you a beggy. You axi me, me go axi you. Yeah, yeah. So what will you come out? So what will you axi you take me? Gado put we. But we don't want to axi gado. But the matter is stem you are regering. And a regering must look you. That's not a son, regering. Mas saya kata aku kau rakyat. Boy, wina deh nang ada sana ti luku. Tu sana fi kau nang ayo kis tu Robi. Wia gay ni sa? Politics nang religion. Fi kau nang tu san ab beging to ma anabi endin. Na tu san deh. Na kau nang ada tu san ati. Politik nang religi. Nang religion. Kalau religion to, ya. Agap beging. A start ya. Ma anabi end. Kau lang masuk mana overleda? Ya. Dan pas dan pasaian. Kui ing. Napui. Napui. Ya. This now ongoing process. Ya. Yeah. Begging mau end ni nade. Nak nade. Wah lebih dah soto. We are you odo? Pewi nama apa? Pal pewi kau dead. Kau gaduh dah ready to. Nak tengah sana. Mar, you taki rokok terangga dah ada problem. Rokok terangga? Rokok terangga beli lagi. Eh, kira tagi ya, saya mau tak buru. Bro, kau terang apa beli lagi, brother? Buang bro, leka des no, lu ku dri five tag. Ibu kau yang one no, dat baka wang... No, minyak dri. Dat, no, me give for a bit. Mi yang one no to, maka 50 minit samsa. Mas jangan rawang, dat one saja. Afro nunya iti, dipci nunya iti, ala... Mi, apa takut, mi, ya, ya, ya. Mi, hustle ya, so, from daily bread, ete, nataku oso. Ibu kau find ya, fadem kau yang. Saya esok cincin soli sih, tapi putihnya esok asal bego waraming. Hai, ya cincin soal ayu nanga oli, chat chat chat, coba keng nak keng. Saya tak pernah punya ti. Baik, baik wah McDonald nanga wah KFC tu. Bos kont, wah tak siapa? Baik. Wah McDonald nanga wah KFC. Luku, this is. This now you McDonald. You see saya rapet tu. Abu lu anak tak apa kabalu ku nak semua. Jadi nak pindah kasih nyama berde. Really yang nggak berde nak pindah kasih. Anak pun yang fetish itu. Tak cisol tu deh. If you yang kawan berde kade acok. Anak mang pasa. Kau pindah kasus. Aku slicking kis lagi. Terima thanks bro. Aku kabung. Heel wat leuke mensen hier in die kerioar. Het is leuk om met die mensen te praten. Ik moet echt aangeven dat de mensen in die keri anders denken dan de mensen van Paramaribo. Die opinie kan ik best wel maken. De mensen in Paramaribo klagen veel meer dan de mensen in die keri die altijd zeggen van weet je hoe we gaan gaan, even hoe we gaan, you know onyang. En dat is de houding van tenminste de Nigerianen met wie ik tot nu toe heb gesproken. Mensen die aangeven je moet hard werken. If you know we gaan gaan, you know gonyang. En dat is wat ze dus dan aangeven. Meneer, hoe gaat het met u? We zijn van DTV, we zijn live nu, live op televisie. En we zijn in die keer, we zijn vanuit Paramaribo. Maar we kijken even rond in de markt. U verkoopt in de markt? Nee. Ik ben even komen wandelen. Oké. Okay. Yes. Het gaat, als u aan het wandelen bent, dan gaat het. We proberen. Ja. Het gaat niet hoe het moet, maar we proberen. Hoe zou het moeten? Nou, je ziet dat alles duur geworden is. Olie, alles groente, kan bijna niets meer kopen aan de markt. Ja. Nee. Maar had u dit verwacht? No. Eerlijk gezegd niet hoor. Ik had het heel anders verwacht. Mm-hmm. Ik had het heel anders verwacht. Ja. Maar. Mm-mm. Het land wordt niet goed geregeerd? Nou, dat zeg ik niet. Maar wat ik zie, denk ik niet hoor. Ik denk dat het beter kon. Hè. Ja, ja. Het kon beter. Het kan beter. Ja, het kan beter. Ja, maar als we dus nu kijken naar de politieke situatie in jouw district. Tot welke conclusie kom je? Zie je deze mensen nog een keer komen? Ik denk het niet hoor. Ik denk het niet. Wat ze nu hebben gedaan, denk ik niet. Hè. Nou, ik denk het niet. Het manier van regeren. Nou, als de mensen, deze mensen weer aan de macht proberen te helpen, dan weet ik niet wie ze allemaal zijn hoor. Maar ik ga het helemaal niet lukken. En dan hoe die andere mensen zeggen van Travassino de, wie ziet Poerdes man, ja, Sumayo Poti. Nou, een zekere oplossing. Dus ja, Koluku Saipsa. Ja, dat is het. Succes. Hey, dankjewel. Ja. Vanuit Nikeri, nog altijd DTV, we zijn overal. We zijn in Brukopondo. Wat zegt u mevrouw? We hebben...
Nigeria is slecht geworden, zegt hij. Ja, jawel. Wat is slecht geworden? Alles hier. Alles verkopen is helemaal slecht. Er is niets onder de markt. Er is alleen maar hoge prijzen. Wat gaan we eten nu? En hoe moeten we rijden? Wat moeten we rijden? Benzineprijs is verhoogd. Jawel. Heel veel verhoging. Hè? 24 zoveel. Was het ooit zo aan de hoge prijs? We hadden nooit verwacht van deze regering. Hè? Nooit, nooit, nooit. Ze hebben ons goed gepakt. Goed gepakt. Heeft gestemd voor de VHP? Jawel, ja. Mm. Maar dan moet u ze spreken toch? Dat ik denk, draai aan uw parabool. Nu komt niemand ons kijken zelf onder de markt. Hallo honden. Hoe gaat het met jullie? Meneer Santoki was in het weekend in Nigeria. Ja, maar wie gaat die honden komen nu kijken? Ja. Ze hebben ons niet meer nodig. Alleen als ze nu over 4 jaar, 5 jaar beginnen, dan komen alle honden ons zoeken. Die honden gaat nu honden komen zoeken. Je noemt ze honden? Ja, zo moeten we praten. Ja, zo moeten we nu praten. Want nu zijn wij honden toch? En als ze ons nodig hebben, dan gaan ze nu ons komen zoeken. Dan worden ze ook honden. Ja toch? Honden blijven honden hier. Ja, nooit komt dit goed. Ze hadden gezegd, alles gaat beneden komen. Alle standing, alle koersen, alles. En wat komt nu? Kijk de olieprijs. En als je naar de winkel gaat, ga je echt ziek worden. Hier is er geen verkoop. Hè? Ja. En wat gaan wij nu dan doen? Ja. Maar, de Mataki, al haal je deze regering weg, toch is er toch een majopoti. We moeten toch niet een keuze maken wie we gaan zetten. Ja. Ja, we moeten een goede keuze maken. Ja. Anders blijven we hier. Ja, zelf hier de hele dag zitten we en we krijgen geen brood en softgeld hier. Ja, soms ben ik hier een hele dag en soms eet ik alleen maar chips. Alleen chips, ja. Maar het moet goed komen dus? Ja toch. Okay. Maar wie gaat goed maken? Weet ik niet. Ja, allemaal zeggen ja. Wij gaan komen, wij gaan alles stabiliseren, alles goed maken. Maar het is 3-4 maal voor alles verhoging. Alles, elke maand is benzineprijs verhoogd. Elke maand. Okay. Ja. We blijven het volgen, dankjewel. Ja, oké. Ja. En ik denk dat de ex-president van de Republiek Suriname, de heer Desi Bouterse, is in de markt. Is onder de markt, moet ik zeggen. Dus we gaan dat ook volgen, want ons is net gezegd dat hij dus al in de markt is. En we gaan dus dan in deze live direct dat meenemen. President, ex-president Desi Bouterse is in de markt. En je weet het, als hij ergens is, dan heb je een enorme drukte. En we gaan dat nu volgen hier bij DTV. Meneer Bouterse is onder de markt hier en we gaan dat ook meegeven. Nog steeds live vanuit de markt van Nikeri. En we lopen even mee. Hoe gaat het met u, meneer? Goed. Heel goed. Heel prima. Oké. Okay. Mooi zo. Laten we dat even volgen. Om te kijken hoe het gaat met deze Bouterse onder de markt hier in Nikeri. Ik heb een paar dingen gedaan. Kon je eerlijk voor die? Pikken naar vrouw dat was op zorg. Maar je precies kon dit doen. Met jij die voor die? Terwijl je zei jezelf hier nog. Dan, wat ga je even naar hoe je moro takuru. Aier wo jij leki. Aier wo jij leki. Alles mali bij staan. Dat is meer dan bij zakt ik man. Maar ko dan op hoop. Ja man, ja man. Ko ga woks. Ja man. Hoop de.
trouwens, waar ik doe, staat dat mevrouw Hoop daar liep, toch? Nog steeds live vanuit de markt. Hoe gaat het met u, mevrouw Anisha? Het gaat goed. Nou, je moet zeggen dat het goed gaat, want je weet wat de situatie is. Maar automatisch komt het uit je mond. Dus we doen ons best. Laat me dan. De ex-president is er? Ja, dat klopt. Het is allemaal mooi om te zien. Hij heeft nodig gevonden om de mensen hier onder de markt komen te komen groeten. En daarnaast een beetje kijken wat er zich allemaal afspeelt hier. Ja. De mensen van die Keri die geven aan dat je echt hard moet werken om te overleven. En zelfs als je dat geld hebt, kan je niet zoveel ermee doen. Dat is niet alleen in Nikeri het geval, maar aangezien we in Nikeri zijn, is dat inderdaad het geval. Je moet soms 2-3 banen proberen te vinden om te overleven, want het gaat niet. Het gaat niet. De prijzen zijn moordend en je merkt elke dag weer een achteruitgang in het leven. De levenskwaliteit die daalt steeds. Dus ja. Die mensen moeten het zo doen. De mensen moeten het zo doen. Ja, anders je leeft in principe op dit moment alleen maar te kunnen overleven. Dat wat je verdient is meer alleen maar om daarmee de basisbehoeften te kunnen bevredigen. Vakanties, sparen, bouwen, dat soort dingen zijn allemaal dromen geworden voor mensen. Dus dat lukt niet meer. We blijven het volgen, dankjewel. Dank u. Mooi, de ex-president die gaat dus dan in de, of onder de markt. En we gaan dus dan dat ook meenemen. Misschien kunnen we later ook een gesprek met hem hebben over wat hij allemaal gezien heeft. En wat hij allemaal vindt van de situatie. We proberen naar voren te rennen. Om alles mee te maken. We moeten echt voor in zijn. Mevrouw Wouters, welkom. Ja. Keri, we zijn ook in die keer. Trouwens, ik moet u niet verwelkomen. Ik ben niet van die Keri. Maar goed, ik ben met uw man. Jawel. Waarom niet hand in hand? Waarom? We zien elkaar al de hele dag. We zijn al de hele dag met elkaar. Dat hoeft niet. Wij zien het bij de First Lady nu. Overal? Ja, iedereen doet zijn ding hoor. Ik weet niet, wat kan ik ervan zeggen? Maar u bent ook om hem te ondersteunen hier? Natuurlijk. Ja. We zijn voor elkaar, dus ook om te ondersteunen natuurlijk. Ja. Veel succes hè? Dankjewel. Yes. De ex-first lady. Nee, we moeten echt naar voren. Om te zien wat er allemaal gebeurt. Hier. Nog steeds live vanuit de markt hier bij Nikeri. Wij. De naam afvissen. Abroedufi paar zitten? Ja, het is altijd paar. Mooi. Nog steeds live vanuit de markt van Nikeri, waar de ex-president Daisy Delano Bouterse een kijkje neemt en waar hij dus dan met mensen praat. Vandaag is hij dus dan ook bij de massamieting van de NDP en dan zullen wij dus dan. De wij draaien broeien. Ai, goed worden ze. Precies, goed naar precies.
Ja, maar je breed niet, ja. Je breed niet, Shaman? Ja, maar van je breed niet, Shaman. Maar altijd, toen ze bij mannen in de ook. Na mijn jepo. En van mannen de vrouw doen. Ay, na man. Of ga je naar een alibi niet keren? Mooi, atai, atai. Zot libi, zot safe saranambu. Maar ik zie je. Inoshi. Nou, ik ben een mama. Zabi, ik ben een heroko. Ay, maar. Alas, ik ben een bijgemi. Deze abbas afkoluse. Ay. Is die breed? Is die breed? Ja, man. Ja, man. Respect. Ay. Mooi. En het zijn de mensen die dus aan blij zijn om de ex-president Iver te zien. Papa, jongen, respect. Maar het is maar papi van Iwan. Zeg Iwan. Iwan zak, hè? Iwan, Iwan is habit ook. Hai. Is dat ook in time? Mijn naga slim ben zeer wat toe, je naga papi koleer. Ay, nang mga usip tay, usiram, usiram of the picorondo. Yes. Abu Mesa. Oh, hij gaat weg, no? Oh. Oh, hij gaat weg. Dat was een heel kort bezoek. Dat was een heel kort bezoek. Kijk even. Hi. Meneer Boutersen, we zijn live, DTV. Goeiedag. Het was een heel kort bezoek onder de markt. Ja, het is, ik bedoel, het is even een beeld en de sfeer even oppakken. Ja. Hoe het economisch gaat. Ja. En de markt is natuurlijk een belangrijke graadmeter. Als je hele stukken ziet die afgesloten zijn, ja, niet bezet zijn. Als je met de mensen praat, ja, is het heel moeilijk verkopen gezien de enorme terugdaling van de koopkracht. Dus het gaat om die indrukken, het gaat niet om een hele show. Ja. Voor onze mindset van niet alleen maar hoe het zit in Brokoponde met de overstroming, maar ook in het westen van het land, om een overal beeld te hebben. Dus ik denk dat je dan niet te lang te staan praten, ja, of dat mensen denken dat je een show kan maken. Ik weet dat ik een mind heb. Ja. En vandaar is het kort bezoek. Je heeft heel wat kunnen oppakken. De Mabotaki, saf doe. Wel, het is voor ons om huiswerk te maken, toch? Mm-hmm. Want als je dingen hebt gezien, dan even door, dan moet je zeggen van ik wist niet. Ja. Ik kan niet gaan zeggen, is die vorige regering, wanneer de volk jou de verantwoordelijkheid gegeven. Ja. Abon dit even. Maar vanavond, wat zal het worden? Wel, ik zou zeggen op zijn NDP's, maar natuurlijk meer volksgericht. Mm-hmm. Omdat het nou niet om NDP gaat, maar het gaat om de enorme armoede. Waar niet alleen NDP'ers of VHP'ers of PS'ers, maar het gaat om de enorme armoede die het heel volk teistert vanwege het programma wat wordt afgewerkt. Dus daar zullen we ons zegje over doen. Maar even, ex-president, even heel kritisch. Ik heb gisteren meneer Doekie gesproken en allemaal vindt dat we nodig in uitschrijven voor Kuina district. Zo'n grote man van de NDP, meneer Snip, meneer Lukude Mamoro. Wat is dat ding, meneer Boutersen? Ik denk niet dat het raadzaam is om, als meneer Doek zegt, de NDP'ers, om dit soort dingen via DTV te bespreken. Maar hier bespreken we alles, hoor. Ja, jullie wel, maar partijzaken aangaande worden in camera besproken. Maar hoe nodig gaan we uit? Nou, dat is, we hebben Nikeri uitgenodigd. We hebben geen individuele uitnodigingen. Als je VHP'er bent of je bent ABOP'er. Iedereen is onderdeel van de malaise, ja, en het is goed om volksgericht met de mensen van gedachten te wisselen van jongens, het is zo, we zien het, maar hoe verder? Ja. Ja. Want we kunnen blijven klagen, mm-hmm, kunnen blijven fitten op de regering, zeggen klagers hebben geen nood. Het gaat er alleen maar om dat we
Wij willen komen met een boodschap van hoop. En daar gaat het uiteindelijk om. Oké. Okay. Succes hoor. Bedankt. Yes. Oké. Okay. En DTV Live vanuit Nikeri. En zo hebben we gesproken met de ex-president van de Republiek Suriname. Dat is de heer Daisy Boutersen. Natuurlijk hebben we die vraag meegenomen van meneer Doekie. Ja, hij is niet uitgenodigd en er wordt niet gekeken naar zo'n tranga rokoma in Nikeri. Maar het antwoord van de man is duidelijk. En dat zullen wij dus dan zeker wel meenemen. De groep gaat deze richting op. En ze moeten nog beslissen wat ze allemaal gaan doen. Maar dit is nog steeds live vanuit Nikeri DTV. We zijn overal. En we stellen ook die kritische vragen hoor. Dus we willen van alles weten. En als we iets willen weten, dan stellen wij die vraag gewoon keihard hier. Maar goed, vandaag hebben we heel wat interviews die wij gaan doen. We hebben heel wat op planning. En u gaat dat dus dan kunnen volgen door de dag heen. We gaan constant bezig zijn met mensen spreken over Nikeri en de omstandigheden in het district. Dus u moet gewoon afgestemd blijven op DTV voor de informatie en voor alles vanuit het westen van Suriname. Maar goed, er wordt kinderbijslag uitbetaald hier. En waarschijnlijk zal meneer Boutersen ook even langslopen om de mensen te spreken. Kijken hoe dat zal gebeuren. Hier staan die mensen in de rij om kinderbijslag in ontvangst te nemen. Zo, en ik denk dat we hierbij we gaan deze live hierbij afsluiten, maar niet al voor ons met meneer Jones praten. Hij is van die keer de ex-president gaat verder lopen, maar wij gaan even naar meneer Jones. Ja, niet al voor ons met meneer Jones praten, terwijl de ex-president nog even bezig is in Nikeri. Vanavond is er een massameeting en de mensen van de NDP. De mensen van de NDP zullen dus dan. Yes, het zullen een ding doen. Goed zo. Meneer Jones, we zijn live DTV. In district. In jouw district. Niet het district. Ons van, district. Niet het district van Joggy, het district van Jones. Laat dat duidelijk zijn. Ja, maar het is ook het district van Harriette. Het is van Harriette, het is van Matzele, het is van Jackery. Ja. Het is van... Ons. Wacht hier nog, Gauri. Alleen is de vraag, waarom hebben ze Joggy nodig om ze te ondersteunen in die keri? Maar dus, dat is een leuke, dat is een interessante vraag. Dus Joggy komt in die keri? Ik heb begrepen, hij is vaker in die keri. Joggy is hem nooit nog aan die keri. Joggy heeft moe van die keri nou. Maar je komt dat je vrienden? Nou, vrienden is maar Joggy. Nikeri is voor de Nikeriaar. Die Nikeriaar gelooft niet dat er outsider gaat komen en de problemen van Nikeri oplossen. Die regering moet leren om te luisteren naar die samenleving. En die Nikeriaanse samenleving, we zitten met uitdagingen. Kijk iets hier. Dit is toch onkan? Ja. Dit ding had men al kunnen oplossen.
De vorige regering had dat van die Monikarta. Mm-hmm. Het is op manier om zowel AKB als alle sociale voorzieningen die we hebben als vanuit sociale zaken naar die samenleving toe, om ze het makkelijk te laten krijgen. Ja. Maar in de rij zo staan in de zon, hè, is niet zo prettig. Het is niet prettig, maar we hebben één geluk die keer. We zijn gewend hard te werken in de zon. Wat trangaro komang, isabasanti da alis grondide ina asane uroko. Daar zong het ik. Dus ugwenting, maar dit is nog steeds onmenselijk. Eigenlijk, even als je zegt, ik wil jouw eisje, dus if you are kagabi. Mijn macht ik eisjes af te gaan, ik denk niks voor ons, man. Alle keren dat ik bij mij om naar een eisje. Mijn is af voor jou, maar mijn jouw eisje. Biga. Oké. En je bent bekend met iedereen hier? Ja, als je een jongen bent van het district, sowieso. En Isabaisi, Isamansi, lagere school, Sint-Alfonsje school. Elke dag na school kreeg ik gratis een eisje van hem. Anonoma is er eisje. Gratis een eisje. Appie, zei dat hij bij Abila Saka is. En heeft me nooit een keertje een koopercent gevraagd. Mm-hmm. En wanneer ik altijd zeg dat die Nigerianen mij hebben ondersteund om te zeggen waar ik vandaag ben en de tijd is dat ik terug doe voor ze, zijn deze mensen. Maar nog een paar wel, ja. Zeg maar nog wat ik aan me niet geef. Tuurlijk. Weet ik plus met tegen hoor, Abtje, body. We hebben Joseph hebben gesproken met de mensen onder de markt. Allemaal dat ik in Oroko trangen, in Onyang, maar zelf even kies aan money, moeilijk voor liep naar money. Dat is waar, ik bedoel, het is standaard. Ja. Lantino G money in Moroko Jeng. No, watra. Lanto Jeng. Lantino G in Moroko Jeng. En wij Nigerianen zijn gewoon hard te werken. Maar weet je wat maakt dat ons hart bloedt? Mm-hmm. Wanneer je in Nigeria werkt en je tjisipje money, even lukus heb sa, no boy, anokang. Is dit nog, of 2 dagen terug. Benzine Gua 25. Je hier dus, maar Nigeria is afhankelijk van de reissector. Ik had taxa Iwani, kapote van Iwani, reissector. Zeg mij in hemelsnaam wat deze regering doet voor de reissector. Niets. We zijn in tegendeel teruggegaan in aantal beplante arealen. Anokang, dat is 1. 2. Diesel is een van de belangrijkste componenten voor de productie van rijst. Isabi, combine, tractoren, allemaal diesel. Waar ze hadden gezegd dat ze, het zouden, dat ze de benzineprijs omlaag zouden brengen, hebben ze dat gebracht naar bijna 20, 19 zoveel, bijna 20. Hoe gaan die mensen surviven? Ja, maar de minister zegt nog, we subsidiëren diesel nog steeds voor de mensen. Die minister die dat zegt, minister Achaibersi, hij liegt alweer net als zijn president. Ze liegen. Echt waar ze liegen. Ik bedoel, als samenleving is shit ook. Isa Serbi, Siksif Negi, Damisef Dina's en Damneshi, Koede Ivezer. Los daarvan, kunstmes. Bij die vorige regering was het 165. Weet je hoeveel het nu? Gisteren was het 15 zoveel. 1500 zoveel. Een zak. You take me. Van de boeren al redden. En wanneer die boeren hun paddy verkopen, krijgen ze 4 zoveel. Zij worden niet, zij krijgen geen verhoging voor hun paddy, maar rijst wordt wel verhoogd. Wie zijn de mensen die geld maken? Een van de boeren hebben me ooit eens iets gezegd. Heeft me ooit eens gezegd. Hij heeft gezegd, de overheid kan niet optreden tegen de rijstproducenten, de mensen die op paddy opkopen en verwerken tot rijst. De overheid gaat niet kunnen optreden. En ik vroeg hem waarom. Weet je wat hij me gezegd heeft? Het zijn dezezelfde mensen die onder andere de VAP sponsort. Hoe gaat de overheid dan optreden tegen Asma Sejen Nyang, Asma Sejen Zuurstof, Asma Sejen Blo, Anokang? Dat want dat Alanti die zijn overheid die zien, ze verkiezen hun eigen belang boven belang van die samenleving. Inokang tegen me dat je nee jere van de samenleving ik kreeg. Van de samenleving dat arim hartum sispa mine bro. En toch durft die overheid te zeggen, er is licht in de tunnel. De mensen naar grappenmakers. Ze zijn wat wij noemen in Nikeri. When you're in Nikeri, you're not gonna talk little English. En wij talken de Engelsje in Nikeri, they call them people this vampire. De regering en regering is daar vampire. They suck the blood out of us. They suck a la broodus au abi, they suck you profoon. En ook kang. Vorig weekend, Santoki, president Santoki in de hoedanigheid van VAP-voorzitter, Amako in Nikeri, Amma verswak een heer NDP-blok. Voor waardoor tijden niet toe naar verwachten van Bigisan. Wie is het toesmanomo?
een boodschap moet worden. En met een president begreep Wansan, of komt dat kind eraf? Met een voorzitter van VIP begreep Wansan. Nigerianen zijn geen domme mensen. Door te kassanti zei je plotseling, want nu zo, ayer de NDP gaat niet keren. Plotseling vorige week, alles maar kan goed teksanti nog voor potap de passie. Pref dem me kapasi, de tegi des ma, goed teksanti dem me kapasi, dat is één. Maar santi dat is af voor pek moto. Onder andere Sarah Maka, is af zo'n contract dat die, met Jogi Veterio. Dat zijn die corrupte dingen waarover mensen niet praten. Aan de ene kant heb ik schijnlijk aan je pas samenleven onder druk voel. Onder druk omdat NDP dat iets op zou doen. We weer risky even onder druk. We gaan een massa meeting. Direct in je vindt aan AKB en bij uit. Eigenlijk met tegen voorzitter van NDP. Ko alla tu wiki in Nikeri. Moro sano duji Nikeri. Want daar gaan we de rest. Selling omessa lusu. Omessa lusu. Maar dat is no lusu omdat de wan lusa san. Dat is lusu omdat de man van dem make money to. Hey, maar in taanvallig. Mo boss san in Diana. Omdat Mina de Maas ting, ik ben hun stem. En weet je wat ze doen? Zij geven me die informatie om openbaar te maken. Jogi kan stand-by. Jogi kan vertellen. Maar no Jogi Wang. De traf van die andere vier marionetten, ze kunnen opstellen. Jones zei kon. De katatak. En mis dat de Wang kon, de Seki. De Wang. In boter op je kop toch? Tuurlijk niet, nou zo mijn botta in snap in een song. Youssef is midi in een song, PDD. You take me PDD, midi in een song. Men jouw age of biga. Biga da umang. Biga da umang, wat dat? Is je bij eisen daar? En wakker bij je a kleur toe tak, aboy pot paars jim. Wat bo wil je? Aboy pot paars jim. Maar, lek fout taki. Alle grappen zeg, het gaat niet goed in het land. Het gaat niet goed in het district. Hé, isap fossi, Oostfeest. Ik ga actie alas maja. Oostfeest na Nikeri. De paddy en oost na feest. Nou, iedere gezante, zodra je oosten nou. Na feti, zo'n boomprijs, niks anders. We tango door, we tango verdienen. En dan nog dat niet eens over ziekenhuis voor naar gezondheidszorg. Je verdient dat die niet in de jaren dat ik gezondheidszorg op zich gaat. Allemaal tak, nee, de coalitie tak, nee, het is niet waar, het gaat goed. Maar ze hebben laatst een crisisteam benoemd. Hier in het ziekenhuis. Als alles goed gaat, waarom bedoel je een kiezer? Misschien omdat Sharman tak in ook. Dus dat is. Maar dat want tak. De stem voor Nikeri is tak. Dat want tak na niks te maken aan de Nikeri man. Dus alles aan ze doen nou na fla. Met die zout, kot schijn. Ze kan gaan isking. Met die zane jes tak je doen aan. Hoor hoe geest als potu. Maar hoe not dan? Wat tek je zijn niet? Dat hoe leer je wel les. Dat na Nikeri man. Want hoe tegen van tevoren. Rokko jun daram uju daram i chisasting. En ti chisasting de seki no de make like you na gado. De sap sawadu. No man! Mudar! Biga! Ika ji mudar wa eji. Mudar! Nee, mami de wa interview talk. Da u probleem met chaka fesier. Da u probleem met chaka fesier. We gaan afsluiten. In ieder geval, we zijn in die keri nog. We zien wel wat het wordt. 100%. Je ziet wat dat wordt. Je gaat zien wat dat wordt. We hebben al zoveel gezien. Oké, 100%. Maar morgen heeft hij mij kwam. Biga. Moko klaar hier dadelijk. Ja, hè? En meneer Jones, met wie wij dus dan praten. Waar gaat de ex-president nu? Dus, you hold me up. Minus. Precies. Aan mij te kerstrollen. Ik heb een kamer van volkspresident. One people man. Aan mij maar ze kan een helikopter. Dat uiteindelijk, na zo'n deze, je kan tekenen. Ja. Nou, maar na echt afvallen kijk wat ik had. Wat vrouw tegen mij dat die honden komen, die meer naar ons kijken hier. Dus als we met elkaar honden, maar dat we zijn hier onder de markt en hoe de honden moeten de verkiezingen kom pas de kom. Maar ja, mijn tak niks voor. Mijn ogen aan mijn wanneer. Maar samen tegen je. Maar het is ook dat wat leeft bij die mensen. Wanneer je een stem nodig hebt, je kooien met je bari. Nou, tegen mijn potita patroon, je loest hem aan elkaar. Eigenlijk, iwaka wo yokba. Itaka nga de boy fa geto, itaka nga de boy fa uku drape. Imbuina uku dayo yeresan, omdata uku drape na ekte de man se fear in de straat man, de boys me. Isabi ena de boy sang, de boy have knowledge, de boy e begrepa systeem. Malanti e dentak, omdat na boy kan de sano abwang
wat universitaire opleiding minom arkide. Maar de man sabab probleem, de man sab seip zijn naar konden, de man sab seip zijn naar district. Dus don arkide man dat Yusuf Refo shitak naar honderd, de man begrijp je, de man arkide. Maar de man die advies aan Yusuf Oskar kitak, hey boy, naar de boy, maar hem abiesie die den boy. En dat na voordeel. Zij hem abitee aan volkspresident. Ik ga tussen de man, die tussen de man. Dat je begrijpt de man. Maar dat je begrijpt de man nu toe ook toe. Maar dat je shit is oplossen meteen toe. Maar ik vond dat hier. De regering die zien dat ze zijn politieke gangsters. Ze luisteren niet naar die samenleving. Ze doen precies wat zij willen. Wat zij denken dat goed is voor hun eigen portemonnee. Niet voor die samenleving. Maar, hoe gaat het met u? Alles lekker? Lobby big man. Maar... We gaan het niet. En ik ben van die strek. Wat aan naki, wat aan skop. Wat aan de man doet, wat aan de man doet. Want de people put me erop. Hoe vet die ding. En wat vet die. Usap tak. Nikeri ab fighters. Nikeri be abi. Usap de man lek kisun hari kisun sing. Usap de man lek Duki. Ze zijn allemaal fighters geweest. Wat zijn er nou nodig Duki uit die? Duki is toch. Duki zegt toch dat hij NDP'er is? Nee, hij zegt dat hij nog steeds NDP'er is. Punt. Duki. Hij heeft altijd gezegd, hij is nog steeds NDP'er. Ja. Punt. Als je NDP'er bent en NDP, jouw partij, heeft een massameeting. Moet je er niet zijn. Je hebt een verantwoordelijkheid. Als... Hoe ging het vroeger? Hoe ben je nodig aan mijn uit? Bedoel... Arkimi, je hebt een verantwoordelijkheid. Hoe gaat het met u? Ja, je niet keer iets aan nou. Alas, maar jij. Als je naar jouw partij... Je hebt een bepaalde ideologie van partij. If you vindt dat San Nego lek van Juwani, lek van apartheid Juwani, lek van partij moet draaien, dan moet je erin zijn om het te veranderen. En te je partij op een vergadering, bij elkaar samenleven, voor legde uitzetten, want je serveert viering, dan moet je erbij zijn. Dan moet je en hoef je niet te wachten op een uitnodiging. Want dat betekent dat je eigenlijk. Ik denk dat. Kijk, ik... Lusama, kom tak eerlijk. Me? Lusama. Ja, kom tegen wat. En dat is het kritische dat we nou aan je hebben. Lusama. No, maar van Yusuf dat hij. Doki. Normaal, nee, ooit president of ooit Bouterse bij kon je niet keren dan aan een wat doet. Maar Arkimi. Maar beantwoord mijn vraag eerst. Ooit Bouterse bij kon je niet keren en aan een wat doet. Ik was aan mijn tegen dat minosabi, sabzijde minosabi. Omdat ik niet alle liciteiten keri. En alle, want ik was 10 jaar in de diplomatie. Ja. Ik was 10 jaar buiten de grenzen, dus ik weet het niet. Ik weet niet wanneer hij kwam en wanneer hij niet gaat. En waar hij wel gaat en waar hij niet gaat. Maar wat ik wel weet, is dat ik niet kom tussen Doekie en Bouterse. Ik kom er niet tussen. Meneko en moet adviseer je. Voor nog koden tussen. Dat is het enige wat ik. Maar los daarvan. En dit is gewoon straight up. Je hoeft niet te wachten op je partijleiding om eerst bij jou thuis te komen of jou eerst uit te nodigen. Als je NDP'er bent, heb je vanzelfsprekend een uitnodiging wanneer de partij een activiteit heeft. Zou er te spreken? Wanneer... Ik hoop dat je dat maar een takkie. Ik weet het niet, maar waarom moet Doekie spreken? De baas van die keren. Waarom... Hoezo wordt hij genoemd? Dat kan wel mis, maar... Nee, Doekie wordt gezien als een... En niet wordt gezien, Doekie is een fenomeen in die keren. Ja. Punt. We gaan geen doeken eromheen. Hij is gewoon een fenomeen. Maar waarom kan het niet zijn dat nu, in dit specifieke geval, een fenomeen zijn rol anders kan uitvoeren? Ik bedoel, je hoeft toch niet... Ik hoef niet te spreken vanavond. Ik hoef niet. Ik heb een ander podium waar ik spreek. Ik hoef niet te spreken. Dus ik, niet omdat ik DNA-lid ben, ik ben Jones, Alasma Sabim, Mim, John, Patapa, podium met Aki. En meneer Doekie, Nami Mang... Maar Doekie nou al ook een verstandige en een wijze politicus. Je kan doen zeggen, Juwani, hij is gewoon een wijze politicus. Punt is, hij weet ook dat je niet altijd op de voorgrond te zijn. Hij weet het. En dat nou was maar altijd tegen wie ook toe. Wins. En daarom, me op een voordeel. Ik luister. Pauwaka! Waar het om gaat is, ik heb een voordeel in die zin, ik heb me altijd bereid gemaakt om te luisteren en te leren van de wijzen die ons voor zijn geweest. Dat ik me nu kan zeggen, ik ben NDP'er en mijn rokken, mijn sikkie, mijn doosalangamissie. Meneer Monas, hoe gaat het met u?
Kom, voor het eerst. Ja. Voor het eerst is het anders, hè. U wordt geïnterviewd. Ja. Interview, maar is dit? Oh, je hebt allemaal zien aan wat ding. Man, in een keer is het fit, ja, samenleving. En wie is allemaal... Maar bij de oud-NDP'er heet dat niet. En ik kom oud-NDP'er, hij is een Nigeriaan. En ik heb je eerder gezegd, Nigerianen vechten. En we houden niet van onrecht. Natuurlijk, de uitzonderingen ertussen. Maar wanneer je bereid bent te vechten, dan moet je het doen. En we moeten hem complimenteren voor zijn werk. En meteen altijd. En man, ik heb wat discussie verleden. Wat wilt u zeggen, meneer Boone? Nee, ik wilde u eigenlijk een primeur geven van... één is... Je geeft me een powerful persbriefing. Ja. Ik moet gewoon gaan. Tiede maand in 10 euro. Ik vind een melding vanuit het kabinet van hun. Meneer Moenis Nasserali, het is een omissie. Oh! Dus ons interview heeft gewerkt? Het heeft gewerkt, sowieso. Want ze zijn het gaan delen. Wow. En waarschijnlijk is dat man. De maandag, en het is ook gekomen op Suriname, Herald. Oh, dat bericht zelf? Ja, tuurlijk. Ik heb een bericht geschreven voor Suriname. Ja. Geweldig. Dus eigenlijk, dan moet ik jou een ijsje dadelijk. Nee. Maar dan wacht ik niks. Maar dan wacht ik niks. Dan keer, Monus naar Jones bij me. Mag niet. Jones is de meteen, man. Ik had het gevoel dat DTV een NDP'er gekleurd was. Dat spreek ik me pertinent tegen. Weet je waarom dat werd gezegd? Als dat, bovendien, als dat waar was... Mino denkt dat ik bij de moren in de lucht. Ik weet voor Asasa bij de waarde, alle liefde zodra maar daar die keri, of zodra maar je doekie schaduw, en maar daar doekie. Dat je dat doekie, dat je dat soort gekleurd. Ja. Mina opkleurde het, maar mina doekie man. Ja, doekie man. En de maloes doekie toch? De maloes doekie. De dood, eerlijk. Ik ben eerlijk. En de maloes doekie. NDP no loes doekie? No. Net mijn actie, een voorzitter voor NDP, pe doekie de. Accent, en Amad Jim antwoord van nee, iedereen is welkom. En dan doe ik je wat minister, Abraham ook toe. Okay. Dus is dat Amad toch... Maar je hebt geen speciale uitnodiging gehad, dat ben je misdoen. Dus dat meteen, Amad, okay, als NDP'er hoef je geen speciale uitnodiging te zeggen. Je partij is bezig, heb je alvast een uitnodiging. Maar heeft dat toen maar naar Mati meteen, Amad, nog kon tussen doe ik je aan haar bouter, zo meteen bij Barek. Babuntere? Dat babuntere. Dat is mijn baboe. Maar... Ik kon dat je NDP kon zijn, omdat NDP groter is dan Bouterse en NDP is groter dan Doekie. Dus, en ik vind het altijd jammer dat NDP, want NDP is groot. NDP is een nationale partij, over het hele land. Cosmic, je mag stellen maar een vraag. Ja. Verwachten we een vulkanische uitbarsting hier vanavond? Ik heb hem net gezegd. Het gaat niet om je massa. Het gaat om de boodschap. En ook al zouden er 2 mensen zijn. Ja. Maar je zou fout denken bij een keer. En die keer doen ze naar Panya. Dus dat is ook Panya. En je zou toch je drapen. Wat doe je dan bonus? Ik bedoel, wat je redt je drapen. Maar hij is als mediaman dan. Tuurlijk, hij is als mediaman. Punt is. En dat is je objectieve bron van informatieverstrekking. Media. Dus if uno drape, dat wat ik weer uithoud als samenleving voor een boodschap. Mekka je. Even bij actie meneer Jones wat vraag. Wat zou je vraag zijn? Luister, Alama ik kost president Chan. De batake, Chan beloof, maar manu kon een beloofd van dat. Bigi Chan leti, weet je reden waarom? Dit Chan ben in het parlement, voor een verkiezing, maar beloofd toch? Het boel van volk dat ik mijn poen uit de auto. De vraag is nu naar de verkiezing. Heeft het volk van Suriname alles hier te laten gegeven? Nee toch? Maar de man wat ik moet doen, belofte. Maar u nog niet aan het zitten. Eigenlijk ben ik niet aan 28. Voor het go en belofte na. Want het volk van Suriname heeft alles hier te gegeven. Voor een wacht voor een regering. Dus dat volk, als je het zelf zo aan het zijn, dat volk creëren. Ik ga volk tekenen. Ja, dat lijkt meneer Noor Mohammed. Nee. Straf aan volk. Met u van Asante. Want mijn arkeer bij Joost papa alleen met dat regeren nog een belofte. Mijn regeren let die. Mij beloof je wat dan. Je hebt mij, moest het je kon. Dat je hebt mij, dan moest het je kon. Nee toch. Eigenlijk, wacht. Eigenlijk is dat hier. Als er een volk, ben moest die meneer Santuki 28 zetel bij Warigeri. Jij dat thema nog een belofte, hè. Dat je kan Fleming. Maar nou, maar Fleming. Nou, maar Fleming. En nog erbij. Nog erbij. Big man, Arkibi. Arkibi. Nou, je klaar hierover, Arkibi. Nog erbij. Santo, kun je kiezen. Dit is alles. Big man.
Alles lekker? Dit is een restaurant ook in regering. Dit is een combinatie regering. Ja. Stap ik, je kost staat ook in, maar je nog kost Brunswick, je nog kost Sumohajo, en je nog kost Rijk. Stap ik, je kost staat ook naar Mambolo. Maar misschien omdat naar president ook? Ja, maar dat Mambolo, dat je moet gaan bij alle zetel, even maar nog doen, dat we vlammen. Maar dan je nog Mambolo, je nog kost aan maat. Dus eigenlijk in 2025, Gamma à la citel. Mino stap ja. Na volg je bepaal. Nou, maar nu tak traf. A situatie sans sana abidonde. Na volg creëer a situatie dit. Wat je pot regering? Ik van regering net deuk. Wie pot regering? Ik vind deuk je kon ja. Me kan doen toe. Ik hem doen na santo kino. Wel, look on if ken ki regering je begrijp? I kosta stad bige mor amoro ga baka. Sabe um doga ma. Kay wo moet ma crisis volgen en je moet proberen takama. Maar Serena, koop parabot te trafasto. Want het is jouw land, het is mijn land. Wij willen allemaal hebben dat ons land vooruit gaat. Oké, maar dan kom reageren. Iva, dat Intanja. Kom. Ja, ja, ja. Je hebt Arkibido. Even. In de mag long. Doe je mag takken. Oké. Arkashwitifatori. Joes. Afarbid je even of je takken noasma moor. Wie was mijn bari? No tak noasma. Minoji amoni mobaya lisiji. Orispang. Arkatori. Arkatori. Gimatori. Dichan aksi fu yepi. Omdat tamatak amo chencha sani en aman kanga wan plan, aman presenter wan plan pe amantak kurs Osaka, oli Osaka, diaspora oko moni oko di heeft ons een paradijs beloofd. Die samenleving en dat is de democratie, die samenleving heeft hem 20 gegeven. Wanneer je 8 altijd 8, 7, 8 hebt en je krijgt 20, dat wordt een samenleving, GU. Ja. Prima, ik hoor dat spang. Wanneer die samenleving jou gegeven heeft, heb jij tot taak. Als je nou 28 hebt of ding, jij bent de president van Suriname. En ons systeem heeft onze president als hoogste man van executief. Dat wat ik allemaal kan zitten, Asani. Je hebt geen 28 nodig. Je bent in die regering. Je bent de president. Je moet beleid maken. Bovendien, itegi mitak, i ap alasan e wakti. Je moet alleen komen en dan me voer uit. No diu ko isap sa yo tegi mi. Diaspora kapitaal sa ube taki bede a overmaken sa de mang emek aladina shuri shuri change. Dat was altijd zo. Erk, no, im wakti no, no meer taki. Ja, wakti. Itak iwa 28 zetel. Toch? En omdat hij die een combinatie, maar die een combinatie, maar je hebt alle sleutelpost. Je hebt LVV onder VAP. Nikeri is een landbouwdistrict, dat wordt ook LVV naar jou. Brunswick naar next te maken aan LVV. Ossifa regering die zijn ook een VAP-ministerie naar VAP-ministerie. VAP heb OE, is het passief Nikeri? VAP heb LVV, is het zelfs aan de reissector en naar Panya. VAP op financiën zijn bepaald dat ABAP het is minder money en VAP ministeries het is more money. Dat zijn de realiteit. Wat ik wil aangeven, je kan niet wachten op 28 zetels om alleenheerser te zijn. Want wanneer je alleenheerser bent, if no yes, ik zang is king. Lasta, if you no babe hou rekening aan. Amma me kwa punt, amma me kwa punt. Me actie van amma me kwa punt. Meneer Jones, gebruik je verstand boom. Sorry dat ik met taxo era. If you feel like with sorry era. Maar wat denk je was dan? You free it up taxo was dan bak ada je taxo. Dat lijkt jou te bokosi. Maar sorry, bilo. Maar heb je goed begrepen dat dit land economisch achteruit is gegaan vanaf de onafhankelijkheid? Jullie zijn staan dat vanaf ik kon in het standaard aan was als hij takkie. Look op politiek. Suriname is die politiek gerecht. Een politieke partij is niets anders dan dat volk goed voor een gek te houden. Om daar aan de macht te komen en hun eigen belangen te gaan behartigen. Dat is politiek Suriname. En het land, het vanaf de onafhankelijkheid van de Suriname, het grootste probleem van Suriname. Dat met je die derde, dat ze dan nooit meer boven of je moet over. Suriname komt nooit meer goed. Weet je waarom dat zegt? Look, mijn wist, maar wist dat ik kon boven. Maar ik heb geen geloof, reden waarom. Suriname aan de net lekker Holland kon dat ze een wit man wangen takken. Sinds de onafhankelijkheid kon, a kon dus kon macht in Suriname. We hebben verschillende bevolkingsgroepen. Ze hebben allemaal de macht.
Dus te wa hindustan ni wan wasan, duan duan wasan. Dia dah ambil, anjing kata, no, me ok tu. Ya pada, no, me ok tu. Dus, wei bersefa ni to dah fafirat, tapi alat insu nama saya. Lama yang kau di share. Kau forum bulaider, kau yang rokok sama lah kama, kau setak kau. But that's kind of crazy. Semua kau dewa bulaider. Kom jamu wasan. Asal aku pernah minum sabi. Kom jamu wasan. Minum sabi. The NDP, like it or not, it is going to fade. It's a multicultural party. It's a West. Ja, bij ook. Even serieus. Nou, nee, maar dit zou hervormen. Kunstmatige dingen aan een kunstmatig. Toen, nog bedankt voor het interview. We zijn live, hè? Ja, ik hoop dat als dan een volk denkt, broers. Laten we voor een goede leider eigenlijk gaan kiezen. Als het zand ook hier, als het de boter zou willen houden. Ik hoop dat we een goede leider krijgen, dat wij ons land, dit prachtig land, Suriname, alsnog. Toch nog een vraag. U hoopt dat wij een goede leider krijgen. Ja. Dus uno kies boem uit, hè? Nee, ik ben kies boem. Dat is dan nog best economisch sterk achteruit. Uno kies boem uit, hè? Want NDP wil proberen dat zijn. Maar achterbouw van NDP, die NDP maakt geen risico, zei het op. Dankzij NDP, het is een pion trokken naar Kondre. Dankbaar van de apprecieën van Maluku, zei het wat de economie betreft. Is er geen enkel Suriname vanaf de onafhankelijkheid daar vandaag geweest om dit dan economisch vooruit te brengen. Ik moet behaasten om te corrigeren, weet je waarom? Want dat betekent dat we miskennen de inzet van onze leiders die ons voor. Voldoende, niet voldoende. Je kan dat zeggen, je kan zeggen dat het meer had gekund, maar uno kan disrespect de leiders zagwafis, omdat de man nakt is. Het is niet altijd gegaan. Het is niet altijd gegaan als we hadden gewild. Het is niet altijd gegaan als we hadden gewild. Maar Inoka miskende mijn inzet. Omdat ze ons hebben bevrijd. Denk je echt dat Nederland onze belang in vooruit zegt? Nee. Wij moeten het doen. En ze hebben een aanzet gegeven. Het ligt nu op onze schouder om ervoor te zorgen dat we er het beste van maken. En wanneer die meneer zegt dat hij geen belief meer heeft in. Maar je kan begrijpen, man. Nee, mijn man begrijpen, man. Omdat we allemaal onze verantwoordelijkheid hebben. En we moeten allemaal van onze deskundigheid, vanuit onze kunnen, die ontwikkeling teweeg brengen. En dat gaan we moeten doen, ongeacht wie waar zit. En uiteindelijk, nou, wij kiezen de leider. En wanneer we leiders kiezen die liegen, want dat is belangrijk. Je moet eerlijk zijn naar die samenleving. En de samenleving ook daar je bakken. En de samenleving ook ondersteunen. Want als je tegen de samenleving zegt, hey baas, die is naaststand van zaken. Dis na sam kan do e wo chare wakaso dan dat na asani ma inom tegas samaleven no mo fichis des ting dat ik bawanti taksa de mana multiculturi ko de even ernstig luka ontwikkeling in ala luku suma dan na desma sang e profiteer het is maar een kleine groep ja. En het zijn mensen ongeacht welke bevolkingsgroep maar zolang je die regering mati of sponsor bent geweest ben je binnen terwijl je daar moet zijn. Everybody. Maar goed, we moeten afsluiten, meneer Jones. In ieder geval nooit meer met Nangayutapwa Ukuf door interview. Dat lukt het niet. Oh, die wapje je bent super bekend in Nikeri. Wat boy van die strek. Boy. En Nikeriaanse samenleving investeren in mij. En die investering was aan je make sure. Takasan is aan je investeren. Takasan is aan je maar lobby. Dat ben je ondersteund. Kompetentie. Dankjewel, meneer Jones. Yes, lobby. Mogen door. Mooi, zo hebben we gesproken met meneer Jones. We gaan weer naar de markt. We zijn gewoon live en we doen ons ding gewoon live hoor. We blijven gewoon lopen en... Ja, nu nog weer niet toch? Roberto, wat is dat ding? We zijn nog steeds in Nikeri Centrum. En we praten met mensen hier over de situatie. We moeten nog onze cake gaan halen. Roberto Omskerk moet zijn bojo halen. Weet je, en dat gaan we dus daar ook doen. Maar we gaan nog even live zijn. Vanuit deze plaats en we praten met mensen... Die natuurlijk hier zijn. Meneer, waarom rennen jullie? Jullie zijn live, hè? No, we zijn live, hè? We zijn live. Hoe gaat het met u? Ego. Ik ben potama in de camera. Look at my. En zijn een paar heren die gewoon aan het rennen zijn hier. Je moet ze gewoon in beeld zetten. Mooi, en het is fijn om met de mensen zo even te spreken en zaken aan te halen. Meneer, hoe gaat het met u? Goed. We zijn live nu op dit moment, DTV. We zijn in Nikeri. Hoe gaat het met Nikeri? Nikeri gaat het goed. Ja. Je nog mag klagen? Nee, waarom moet je klagen? Als je werkt, moet je niet klagen. Mensen die lui zijn, die klagen.
Nigerianen werken hard. Ja. Dag en nacht werken Nigerianen. En dan klagen die mensen niet. Ja. Ja, maar dat zegt iedereen ook hier onder de markt. Ja, we werken hard. Ja, we werken hard, ja. Dus olieprijs, zakkering, spang, hoe is het? Kijk, wat ga je doen als die olieprijs hoog is? Wat ga je doen? Je gaat met de regering vechten. Je kan toch niet met de regering vechten? Hey, die mensen zijn de hoogste macht in het land. Waarom moet je vechten met die mensen? En wie heeft gecreëerd dat die dingen zo hoog gaan? Dat is het probleem. Dat moeten we afvragen. Ja, ja, ja. Waarom zijn die dingen vandaag zo hoog? Ja. Maar je blijft Nigeriaan en je loopt Nigeria. Ja, zeker. Dankjewel. Oké, dank je. Yes, en ik zei het al, die mensen zijn echt optimistisch in Nigeria. Ik heb het nooit eerder in Suriname gezien. Ik ben naar verschillende districten gegaan. Maar hoe de Nigerianen denken over het algemeen, is dat ze zeggen van je moet hard werken. Even in Oroko Tranga. Yo no go nyang. Mek kwa ding. We praten dus. Dag mevrouw. Dag meneer. Hoe gaat het met u? Goed. Bent u Nigeriaan? Jawel. Er zijn ook mooie mensen in Nigeria. Zeer zeker. Wat vindt u van de prijzen hier? Wel, de mensen hebben geen andere keus. Want als ze die dingen niet, als ze hun winst niet maken, kunnen zij dan hun dagelijkse behoeften niet kopen. Ja, ja, ja. Maar je begrijpt wel dat de situatie moeilijk is. Ja, het is wel moeilijk. Ja. Overleef je? Wel, we komen niet uit. Ja. Ja. Maar je kan ook niet zitten. Waarom kan je niet zeggen? Ik bedoel, je kan niet zitten wachten. Oh, zitten bedoel je? Ja, je moet blijven werken, maar je ziet dat je dan niet vooruit gaat. Ja. Ja. Dat is wel jammer. Het is wel jammer. Maar u blijft een Tranga Nigeriaan? Ja. Veel succes. Dank u. Ja, en zo hebben we met deze mevrouw gesproken. Nikeri en nogmaals Nikeri. Nikeri. Meneer Joes. Waar zijn ze? Ze zijn daar. Oké, kogo naar de Nikeriaanse Dada en Dodo. Meneer, hoe gaat het met u? Goed. Bent u? Gratis voedsel te distribueren. Gratis voedsel? Kom halen. Ja, kom halen. Lekker kitchen noemen we dat, met rijst, doperten. Maar wie doet dat? Welke organisatie doet dat? Dus, ISKCON, Hare Krishna Food for Life. U okay. Kunt er veel mee. Oh ja, we komen straks bij jullie. Maar we gaan even bij deze mensen. Meere takko niet. Meere tak, una dada nanga dodo of nikeri? Ja, ik dacht. Hier is een probleem eigenlijk in Akondre. Atramatika olowi fano in zee, toch? Atramatak ik ga je weghalen, toch? Amako nanga dosa ramai tapu nanga olo. Maar, je tak wat soort agressie door, gimtori, saai bedoeld taki. Dus meneer Bouters, dika olo. Ufado ina olo. Meneer Santo Kikong, at tapuna nga santi. Hij gaat ons weghalen. Sangamado. Sangamado. Amai pusui nga do usar tapu. Wet de ina film. Ara de. Atrela no begin at de dek ba. Afelo na. Ta mek film. Dis tak am mek film to atrela ramai yeki. Ano trela memang. Não sabia até. Mas ele vem na contra na gavito que vai efire. Vai you efire, you money la chuto. If you money la chuto di fumito era. What? Me abdrian 50 kiari. Amata ku gijari. You think tak mo veni? Drian 50 kiari me abigba. Stem gide man. Gisma. Ya rekere. Mi me dede bauta me lip bauta baka me dede bauta me tang bauta. Wan mi groina bauta ten fanaf 16 kiari begon. Parte bauta do demoro da faia do. É, da parte em broco. Da parte em broco. A parte é broco. E bauta do demoro NDP mus broco. Mas era stack maf com era mim, mano. Da parte é broco. E sua era stack massa kakon. Da hersa na nga wan kruk. Wie ga je geloven? Suma je brivi. Sot brana ma je brivi. Sot wan ding. Ma je brivi bauta sewel. Ama di kaulo toki fana im liba mang. Meka traya kondre. Ama sa furu itaka furu im liba fur mang. If you patek paiman, they wanna gudu. Semua mau paya paiman. Semua mau paya birman. You pabus paya toh. You pat dedek ba, you take a gudu yung paying. Dos if you take in paya toh, gak safe saya na film. Mau a weekend sabib sa menir santo kibe ko jama du omesun. Mina ko ina santo. Look at my pipe, kinder base lah. Me picking bigig ba ina first tang. Mi last boy na 20 kiari mang.
Zo'n kinderbijzorg met Van Oudo. Ja. Zo'n Van Oudo met Rokalanti. 30 dienstjarig maar. Bij oudere foto dat berpik ba. Ja, mama. Ik ben Adjari. Mama, ben praat die pakket. Dus die mama, mijn liep naar een pakket. Nee, nooit meer liep naar een pakket. Van een bouwt dat tenten aan de heeft hier. Mijn liep naar een pakket. Dit man heeft takken naar een borst en liep naar een pakket. Go na mandi si. Was maar aan, jumino sabi u. Tijd de man dat mina sapata dus dat alamet. John Shrek sabi. Look look at that pas. Ami familie. At this na sapata. De wijk kiruja onder de wark. Jones, bij jij is amataki. Amatak, meneer Bouterse, dika olo. De ma farugi na olo. Santo ki bulldozer de tapaga olo. Ma isapou de ude tak de machina strati man isapa de meta kasan en afas van meta kasani isapa taki ik ga jullie weghalen toch ama patu nou pai mai katons weghalen toch maar afa jij wel weg ja hal wie weg of kan ama kis chisote ete teng no de moro zie er 75 tak teng no de era bas no mek no wan full yo this is full zie er 75 tak de mai full afolk. Dan maak ik mijn taklauw los aan hier. De maak ik wat aan ook dit aki. If you poor santo, kies suma je pot. Dat me actie suma. Je vertrouw in akondre dit moro. Emo. Je vertrouw me. Wat heb je pot me monaki met de Ukraine? Mama rij bigi wagi tok. Hoe veel keer om een lisi, one libis my libi. Eén keer tok. Ano one lisi, one libis my libi. Om een lisi moet gaan niet in jullie bi. Als je dood had, kwam je terug. Dat zei je full of volk, mi man. Zeg die voel af volk. Je houdt de volk voor de gek. Not doing. Maar dat is wel mooi zijn het idee. Ik maak de eens naar Noas, maar wat ik ben journalist. Maar dat eigenlijk na volk hebben een probleem. Wat is het? Met jouw bal te vond te vragen. Met pot mijn money. Tjekre na kietok. Zo'n nummer met z'n zangen op. Mijn actie met dit pot te vragen. Apa je het draaie nummer. Adeen na deksel. Na jouw bal toch, brada. En mijn winnen naar mijn geluk toch. Maar dat is wel een lasi. No play moro to. Dat zou zijn na film. Ano begin. Ala lesie go play en lasi. Da we no play moro. Eigenlijk mi no mag play moro. Al heeft het begin ja blet hier hè. Da we no play moro. Wel ik ben gide jongwang. We no play moro. Want mi no up next moro fini. If you look at so talk. Next no day, Sunday. Want dan dira de mom ekwita klaulo sani. Want dan zerf de bezig in assembly na klaulo sani. Dan dira volks zerf ta klaulo sani. Die keer is je liberté? Ja, niet keer man. Je hebt altijd sweetie. Altijd. Want je hebt een buurman op je zoek naar je vrienden. Je trouwt ook al wat je vrienden. Je moet bezig zijn. En dan wacht je er maar. Zijn er laatste liedjes aan jullie naar meneer Santo Kitaki? Nooit. Meteen. Maar ik wou niet keer door. Abteng. Amani, mijn abteng. Zijn er niet tak naar mij? Oké, mijn Santo Kitaki. Ah, jullie gaan maar attack naar mijn familie, ja? Maar naar je president, toch? Ah, allemaal naar je defuut, toch? En dan mijn wang, defuut, toch? En dat is maar het probleem is dat ik mijn moest wakker met mijn man. En mijn barik, dat ik mijn gada, maar ik zei consequence aan je. Je bent lang op je zomer. Kan de heren, maar dat ik gada probleem. Dat was, soms zijn mijn moeite gada onrekenen, toch? En moeilijk. Abe aksibitak Jones. Fawa kan lu ku misku uta nga no me baso karta no maset. I baso karta no no maset ete. Maka nem go na maner sumo arjo ta mai rigol di sana. Sumana sumo arjo. No sabi, no sabi. Ne mine sabi mam. Mine sa sumana sumo arjo. Op meneer Bravo of zo. Na Jones, na miskoro, maar dit na pe mim gofus. Na Jones mim. Maar Jones no dat. Dat keer is dat ik op je moeilijk dat ja 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 toch amana volgens wat ik hoor daar dus amasabi nu zo jong te no beveti oru of oru te beveti ja toch je voor Jones ja toch voor mama je de terapie je de moro close man ja toch abu thanks bro thanks het is een joke hier in de onder de markt hier, DTV. Ja, kijk, de problemen zijn er. We lachen niet erom. Maar soms moet je die joke erin laten, hoor. En blijven chillen met de mensen. We worden overal geroepen. Waar? Wacht, dus bij Karuja. Laat ons even naar daar gaan. Dus overal de Maikaruja.
En er wordt gratis hier eten gegeven, heb ik me laten vertellen. Er wordt gratis eten hier gegeven, mevrouw. We zijn live hoor, het is DTV live vanuit... Oh. Ja, maar wat verdelen jullie allemaal? Is kitchery, kijk dan. Kitchery. Eten voor die mensen. Ja, kijk, zo ga je krijgen. Wat zei u? Dat is voetbal live. Ik weet niet, voetbal live. Kijk, de vertegenwoordiger is daar. En welke organisatie is die? Ja, dit is ISKCON, International Society of Krishna Consciousness. Dus internationale gemeenschap voor Krishna bewustzijn. Okay. Dus we zijn bezig mensen te stimuleren om God bewust te worden. Elke mens heeft God nodig. Zie je? En een van de projecten van ons is om gratis voedseldistributie te doen. Okay. Dus Food for Life. Ja. Dat is een wereldwijde organisatie. Okay. Dus en mensen komen halen? Zeker weten. Weet je hoeveel? We hebben meer dan 200 al gedaan. En er zijn nog zoveel meer te doen. Dus u bent ook welkom. En we hebben ook onze boeken met die filosofie erachter. Hare Krishna, dankjewel. Oké, veel succes. Mooi, en dat is zo gedaan. Meneer Feigo, dan ga je? Je vais bien, et vous? Le qui n'a franchi taki, taxera la tout. Non, moi je parle français. Ah, mais il y a. Non, je parle français. Je suis franciscana, mais ok, ok. Nee, wij kunnen geen Frans praten. Maar, hoe dat is, je naar Frans? Non, mien sera na man. Ok. Hai. En je geniet van Kondre? Uiteraard. Ik keer ook. Ja man, daarom weer konja toch. Oké. Okay. Maar economische situatie weer. Nou trouwens, hoe man ja de vieren wat op euro, te wisselen euro, ammonie kon voeren. Ah, nou zo, ah, nou true. Allemaal vieren, wie is je op euro? Ja. In spenna money toch? Ja, ja. If I diri, dan neem ik uit, zo money. Chizo marobu. Nou, mina, nou euro, mina sera na man. Nou, maar is dat euro, mina SRD. Je wordt meegenomen. Hey, succes broer. Ja, man. Ai, en zo praten wij met de mensen hier live. Eigenlijk moeten we Frans gaan leren hoor, want we moeten overal kunnen. Nospa. We gaan het regelen. Meneer, hoe gaat het met u? Inouan Taki, joh. Hoe gaat het? Niet persoonlijk, niet klopt. Niet persoonlijk, maar hoe vaak gaan we naar die keer? Ik go. Het gaat. Het gaat, in welke zin? Zin van... Dit is Master Davy, dus familie blijf je uit. De kiezen dat hij dus minimaal tak net is. Je want tak next? Eigenlijk liever persoonlijk als ik iets mag zeggen, dat is mijn probleem. Ik wil nog eens kijken, want... Oké, ja. 100.000. Nou, Ibu. Hey, we worden overal roepen die mensen ons. Ik vind het mooi hoor, want in Paramaribo willen mensen bijna niet spreken. Maar hier praten die mensen wel. Meneer, hoe gaat het met u? Goed. Alassane Boom? Ja man. Even gaan naar Nikeri. Ik go? Ja man. De live, dit is naar televisie live. Oké. Paramaribo. Ja. Mooi en Kondre go, je vindt dat de maidra Kondre Boom? Doem si boom. Ja. Oké. Je stem veel op je zeker? Ah, dat moet ik niet zeggen. Maar is dat die olieprijs op? Dat is niet op, maar boem. Dat is wat moet roken. En moet je doen wat die landse money toch? Dat is wat moet roken toch? Dus maar roken dat ook? Ja, man. Je zou me niet meer roken. Ja, maar voor mij is het een probleem. Ik go? Ja. Roken. Dat is een man die is een man. Je praat niet toe? Ja. Lekker voor ze, die ze ben de fan van de kolno na toe barki. Waar hem de? Maar dat wordt bij kaka prijs opo helemaal. Ja, opo. Zolang hij roko, je jang. Dus oli nee kiri? Oké, maar toch den trasa ni den grondo hij diri toch. Toch hij kan hoort de balans. Ja. Grondo aan kan hij nu maar hoort ring toch. Tanu seri, oké, dit kan ik aan toe deten. Maar de bladgroente. Ja, toch? Ik weet het niet. Dat lag je over in Sida, ik wil zien. No, look at you, Rukova. Dat is een minuut aan het breiten. En dan is het zo. Als je het niet wakker. Maar boem, hoe teken cool, hè? Ja. Mooi, en dat hebben we dus dan ook gedaan hier, live. Nog altijd? Wat is dat? Aan de tap televisie, ik ba. Ah, dit op televisie, ik ba. Mooi. Mevrouw, wat verkoopt u allemaal? Braziliaanse goud. Oké, en kopen die mensen wel? Jawel, het gaat. Door toeristen gaat mijn zaak. Oké. Ja. Wat kost... heeft u armbandjes voor heren en zo? Jawel. Mooie armbandjes voor heren. Zien is hier.
Dit lijkt wel heel mooi te zijn hoor. Ja. Wat kost zoiets dan? Die is voor dames. Nee, voor heren. Waar heb je die van heren? Ik vraag voor heren. Wat kost zoiets? Het is 2,50 en deze is 350. Maar mijn hand is te dik. Ik ga niet gaan. Als ik het voor 200 SRD wil dan, want mijn promotie. Hoe gaat het niet lukken, mevrouw? Nee, het gaat helemaal niet lukken, ik vind het te dik voor, geen goud. Gaat het goed zijn als het gedicht worden? Dan de koor hoeft me daar nog goed toe. Heb je niet een smallere of zo? Echt, kijk, deze die koningmodel. Dat gaat het wel lukken? Nee. Deze zou ik willen hebben, deze. Of deze? Laat zien. Dit is te dik. Maar ik heb geen grote maten. Oh jee, jammer. Jammer, dat kunnen we niet. Maar ik ga even terugkomen, waarschijnlijk koop ik die ene. Hè? En dan volgende week ga ik wel geven. Ja. Maar goed, dankjewel. Hai. En dat hebben we gedaan. We gaan naar die jongens daar onder de markt. Daar gaan we dus aan afsluiten. Want we zijn al bijna 2 uren in die live. Voor het eerst heb ik zo'n lange live gemaakt. Maar goed, de mensen zijn er nog. Dus dat wil zeggen dat we door mogen gaan. Ik kijk naar het aantal mensen die kijken. En dan zie je dat de mensen nog even aanblijven. Dus. We zullen dus daar even blijven. We gaan nog iets, zeg maar 10 minuten of zo nog bezig zijn. En dan gaan we dus dan deze live moeten beëindigen. Want we moeten ook naar andere plaatsen gaan. Nikeri is in de lift, als je me dat vraagt. Heel veel leven hier in Nikeri. En wij gaan dus dan toch wel even. Wat mensen spreken en even kies de man, dan gaan we verder. Huh? Hij was weer de chitinja. Maar er zijn wel wat warmes hier en er is lekker eten. We gaan in de jongens daar van de ghetto. We gaan naar de man. Oh, hier heeft de man vast aan de go. Al de mensen rennen al weg. In een longi unu toch? Ik ben hier. Oh, het is niet zo geweldig. Die wegen, vooral die zandwegen. Ja. Erg slecht. Hebben jullie geen beroep gedaan op OW? OW, RO, overal. En er wordt niets gedaan? Nee, ze horen gewoon niet. Maar hadden jullie tijdens de verkiezing geen beloftes gehoord van Ewo Sidney Sani? Ja, hij heeft veel beloofd, maar ja, zie niks. Ja. En wat vindt u van de prijs in de winkels? Het gaat ook steeds omhoog. Er is geld uit de AMR, ik weet niet. Koers is stabiel, maar alles gaat omhoog. Ja. Ja, toch? Ja. Koers, moeilijk, hè? Koers blijft, ja, stabiel. Ja. Maar alles gaat omhoog. We blijven het volgen, dankjewel. Oké. Okay. Ja. Hallo, mevrouw. Mooi. En dat hebben we gedaan. Ik denk dat we gewoon die live moeten beëindigen. We gaan die live in de regen beëindigen. We bedanken u voor het willen kijken naar deze live. Blijft afgestemd op DTV. Door de dag heen hebben we zoveel interviews die wij gaan doen. Dus blijft u kijken. En wanneer we dus dan weer binnenkomen, zult u de melding krijgen. Vanuit Nikeri, Roberto Ormskerk is de naam. Ik ben Gerald Harderwijk. Damien Boerne is in de studio in Paramaribo. Wij bedanken u voor het willen kijken. Later. Je evenement, party of any other entertainment, promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.